Even cyber-expert, mag ik erbij zeggen, toch? Cyber-expert. Het cybermannetje. Het cybermannetje. Het cybermannetje. Maar, ik denk altijd, als hij klaar is, dat die mensen thuis denken... Die hij weten dat natuurlijk niet. Hij houdt het wel heel toegankelijk, hoor, de laatste tijd. Ja? Vind je niet? Ja. Ja, ik snap het niet. Hè? Nee, ik ben er niet in thuis. Nee, maar je hoeft er niet in thuis te zijn. Hij legt uit dat het de grootste bedreiging is die er op dit moment is in de wereld. Ja, dat moet ik dan maar geloven. Zo ver waren we, ja. Dat ja. moet ik dan maar geloven van hem. Ja. Hè? Biden gaat het vandaag uitleggen. Hij kan alles van zeggen, hè? Hij kan alles van zeggen. Ja, ja zeker, zeker als hij... Ja. Op zijn vakgebied kan hij mij alles wijsmaken. Ja, even Biden, we zijn er toch. Biden, daar is hij. Daar is hij. One of the tools he's most likely to use, in my view, in our view... is a cyber attack. They have a very sophisticated cyber capability. He hasn't used it yet. But it's part of his playbook. I've warned about the potential for Russian conduct to malicious cyber activity in response to the cost we'd impose with our allies and partners on the world. Maar leest hij het voor, denk je? Nou, ja, ik wil zou die kansen... Als hij het vertelt, neem je het ook niet serieus. Nee, maar Biden heeft hetzelfde als René. Hij snapt het niet. Nee. Nee, maar zo, er zit geen enkele urgentie in als hij het zo staat te vertellen. Maar er zit helemaal niks in, hè? Nee, het is echt ongelooflijk. Hij kan beter met Willem-Albert hier langs bejaardentehuizen gaan. Ja, en voorlezen daar. Ja. Ja, maar dit is toch echt ongelooflijk. Alsof je een boodschappenlijstje voorleest. Ja, maar dat is een van onze wereldleiders, hè? Nou, misschien wel de... Nou ja, goed, die andere is ook niet helemaal lekker bezig. Ik hoop dat hij hele goede adviseurs om zich heen heeft. Ja. Maar het is wel ernstig, laten we het zo even stellen. Probeer dan even Jip en Janneke voor René te zeggen, hoe ernstig het is. Nou, hoe ernstig het is, is inderdaad een wereldleider die dit onderwerp belangrijk genoeg vindt... om het niet door een geheime dienst te laten vertellen, maar hij gaat daar zelf staan. En waar het net voor werd afgekapt, wat hij daarna zegt... en dat is even voor de urgentie... hij zegt niet van, nou, het gaat misschien gebeuren. Hij zegt, nee, wij hebben informatie en die cyberaanval, it's coming. Ja. Die gaat komen. Niet een twijfel, die gaat komen. En dat is denk ik... Zij hebben al eerder, Biden heeft denk ik, veel informatie gehad en het goed voorspeld. Ja. Ja, ik denk dat wat hij nu zegt, ondanks dat het misschien voor ons een beetje abracadabra is... die waarschuwing is gewoon echt heel serieus. En wat gaat er dan gebeuren? Waar moeten we aan denken? Waar hij voor waarschuwt is wat ze heel duidelijk zeggen. Rusland is op dit moment vitale infrastructuur proberen aan te vallen. Dan hebben we het over energiebedrijven, hebben we het over energie, olie en gas... en in Amerika, hij zegt ook, dat zijn vooral private bedrijven. Dat moeten we samen doen. We kunnen niet altijd afdwingen dat ze alles goed moeten doen. Kijk, en je kan niet zomaar het licht uitzetten. En Rusland heeft er echt wel even planning voor nodig. Nou, het lijkt toch dat dat niet helemaal gelukt is. Dus ze gaan voor dat laaghangend fruit. Dus wat Rusland waarschijnlijk vooral gaat proberen... is om die systemen te pakken die net niet geüpdate zijn, andere dingen. En dat is natuurlijk waar Amerika en wij ons ook wel zorgen om moeten maken. We hadden het er kort even van tevoren, kan ik nog wel vliegen. Kijk... Het is best wel moeilijk om die simpele dingen te doen die René vervelend vindt. Updaten, we klikken het allemaal weg. Maar dat doen bedrijven dus ook. Ja. Dat wachtwoord vinden we allemaal irritant. Dus gebruiken we allemaal slechte wachtwoorden. Die code die je moet voeren, die is nog irritanter. Maar bedrijven doen dit ook. En als je nu ziet welke capaciteiten Rusland heeft... en wat ze in Oekraïne al eerder hebben gedaan... ja, dat kan natuurlijk hier ook. En als Biden nu zegt, niet van nogmaals, het kan misschien gebeuren... dit gaat komen... Ja, ik denk, nou, misschien moet ik het dan maar nog een keer aan Biden zeggen. Ja. Dat is gewoon serieus. It's coming, maar, zeg jij. It's coming. Hey, it's coming, René. Wilfred, is het nou zo, wanneer hij een cyberaanval uitvoert op een NAVO-land... dat als een aanval... Ja, dat is de grote vraag, artikel 5, hè? Wat heel benauwd, er is natuurlijk... Biden heeft eerder al gezegd, als Rusland onze kritische infrastructuur aanvalt... durven wij terug te slaan met kinetische wapens. Dat was ook de waarschuwing die Biden al eerder heeft gegeven. Dus ja, op het moment, en dat is natuurlijk ook moeilijk... hoe ga je bewijzen dat Rusland hierachter zat? Maar als op een gegeven moment wel weer eens een pijpleiding stilvalt... of iets anders in Amerika, kunnen ze reageren. En dat zien we dus inderdaad ook. De NAVO heeft nu gezegd, wat vorige keer ook heel kort erover... als een NAVO-lid wordt aangevallen met een serieuze cyberaanval... ze willen niet precies zeggen de NAVO wat dat dan moet zijn... want dat zou misschien een precedent kunnen zetten... dan zijn we erbij betrokken en dan kan je artikel 5 inroepen. Maar gaan wij dan op korte termijn ook meemaken dat de samenleving wordt ontwricht? Dat zou kunnen, ja. Maar we hebben gewoon in Oekraïne gezien... Rusland kan energiecentrales uitzetten. Dat is niet makkelijk, is niet paniek dat morgen gaat gebeuren. Maar ook in Nederland hebben we vitale infrastructuur. Alle sluizen open? Nou, die zijn nog bezig om echt wel hun verdediging op te doen. En ja, ook sluizen gebruiken IT. En die gebruiken ook software. We moeten niet doen alsof Oekraïne software gebruikt... wat wij niet gebruiken. Natuurlijk, Nederland...
heeft best wel dingen voorbereid. Maar die kwetsbaarheid is er. En dat zijn natuurlijk wel de zorgen. Ons internet, onze sluis, ja, daar gaat het nog steeds over. Die Anonymous, die had 100.000 kopieerapparaten gehackt, las ik. Dat ze allemaal... Ja, ik heb het nog niet kunnen verifiëren. Oh. Maar die hebben, wat ik wel begreep net voor de uitzending... is dat ook het erop op lijkt dat Nestlé door Anonymous... dat daar data is gelekt. En of dat nou waar is of niet... je ziet nu toch als bedrijven zich niet terugtrekken uit Rusland... dat Anonymous zegt... Nou, dan vallen die aan. En ja. We lachten er even om tv-kanalen, maar ook BBC heeft van het weekend bevestigd... dat het Anonymous echt gelukt is 12 minuten lang de nationale tv over te nemen daar. Dus, ja. Ongelooflijk Anonymous allemaal. Ja, toch? Beetje beter duidelijk? Ja? Zeker. Maar het is en blijft inderdaad... Het lijkt zo ver van je bed, maar het is om de hoek eigenlijk. Dat is wat je zegt. Jij kwam net...